Nu je weet waar je staat en waar je met je organisatie in de toekomst wilt staan, is het tijd om je parcours vorm te geven en prioriteiten te stellen. In deze stap maken we een selectie van de projecten waaraan we willen werken. In de duurzaamheidscatalogus van de Sustatool vind je meer dan 100 duurzaamheidsprojecten. Binnen elk project zijn meerdere duurzaamheidsacties opgenomen. Gaande van quick wins tot zaken die meer inspanning vragen. In deze stap maak je een selectie van de acties waaraan je reeds werkt of waaraan je wilt werken in de toekomst. Om van start te gaan, kan je onder projecten kiezen om te werken volgens de Sustatool-thema's. Dit zijn dezelfde thema's die aan bod gekomen zijn tijdens de Sustatool-scan. Of je kan werken aan de hand van de Sustainable Development Goals, afgekort SDGs. De 15 Sustatool-thema's zijn opgedeeld in 3 niveaus. Product and Service, Operational en Organizational. Bij elk thema zie je reeds je huidige maturiteitsscore uit de analyse weergegeven met een kleur. Groen betekent een hoge score, geel een gemiddelde score en rood een slechte score. Heb je sommige vragen nog niet beantwoord in de Sustatool-scan? Dan krijg je hier geen score te zien. Je ziet in 1 oogopslag welke punten voor jouw organisatie nog aandacht nodig hebben. Op welke je reeds goed presteert en welke misschien onbelangrijk zijn voor jouw organisatie. Onder elk thema vind je een aantal projecten die op hun beurt zijn vertaald in acties. Dit geeft je snel een idee van welke acties je kan uitvoeren om een thema te verbeteren. Selecteer de acties die jou interessant lijken en voeg ze toe aan Mijn Sustatool. Naast de vooropgestelde acties is het ook mogelijk hier zelf acties aan toe te voegen. De lijst met acties op basis van de SDGs werkt op dezelfde manier. Meten is weten. Daarom vind je onder het tabblad Indicatoren een lijst van indicatoren om je vooruitgang te meten en indien nodig acties bij te stellen. Via deze indicatoren hou je de vinger aan de pols of je nog steeds op koers bent richting je duurzaamheidsvisie. Via een workshop met je Sustatool-team, die je onder de downloads kan vinden, bepaal je de best toepasselijke indicatoren voor jouw organisatie. Op het Sustatool-dashboard verschijnen al je gekozen acties en indicatoren in een handig overzicht. Hier kan je aangeven hoe ver je staat op het vlak van het project, maturiteit, en hoe belangrijk dit project is voor je organisatie, materialiteit. De keuzes die je hier maakt zijn belangrijk voor de volgende stap. Je kan deze keuze steeds aanpassen en uitbreiden. In de volgende fase helpt de Sustatool je met het uitvoeren van deze acties.